heel lang met mij gesproken. Plots was je stem gebroken. Nooit aan gedacht, je was einde kracht. Op je 84ste debuteren als dichter, dat is het bijzondere verhaal van Marc Leutenay uit Eijne. Hij schreef al jaren poëzie, maar had een duwtje nodig om zijn gedichten ook met het grote publiek te delen. Het begon allemaal met Jantje's Teddybeer, een gedicht dat Marc al in 1971 schreef voor zijn zoon Jan, die in 2011 overleed bij een arbeidsongeval. Op aandringen van een goede vriend liet Marc dat gedicht vorig jaar publiceren in Westering, het blad van de Heemkring. Dit gedicht is in handen gekomen van mijn vriend dokter Paul Vergracht en hij heeft gezegd dat dat niet in mijn schuif mag blijven liggen. Maar dan heb ik het laten doen omdat Jan, juist mijn zoon, juist 10 jaar overleden was. En dat was in feite een eerbetoon aan Jantje. Na de publicatie ging de bal aan het rollen. Aangemoedigd door zijn vrienden bleef Marc schrijven en dat leverde Marco's gedichten op. Een verzameling van ruim 100 gedichten met illustraties van André Moerman. Prominent vooraan Jantje's Teddybeer, want door dat gedicht bleef Marc schrijven. En dat doet hij nog altijd, ook vandaag na een stevige ochtendwandeling. Mijn meeste inspiratie is mijn wandeling niet langs de schouder, maar langs mijn schouder, want ik vertoef daar vele uren. En daar raap ik veel van op om mooie gedichten te schrijven. Op zekere keer brak je stalen veer, niet getreurd, het was jouw beurt om te herstellen. Nu kan je weer tellen. En zeg je mij, zuiver en puur, dag en nacht het juiste uur. Marc is in elk geval nog niet van plan om te stoppen met dichten. Hij denkt zelfs al aan een tweede dichtbundel. De muze laat mij niet los. Ze trippelt mee met mij langs mijn schouder. Zo dus moet ik verder doen, hè.